belangrijkste uitdagingen voor elke beslissingnemer binnen de hospitality, binnen de horeca? Ik heb ze samengevat onder de term drie dubbele A, triple A, een kwaliteitsuiting. A van antropoceen denken. Antropoceen, we zitten in het tijdperk van de mens die de natuur eigenlijk misbruikt, maar nu zien we dat je ook samen met de natuur kan werken. B, de algoallergie. Het gaat niet om allergie tegen algen, maar het gaat om algoritmen. Iedereen spreekt vandaag binnen de hospitality ook zeer belangrijk van algoritmen, van big data, voorspellende computersoftware. Er zijn heel veel consumenten die dat niet prettig vinden. Die willen niet aan een algoritme gehoorzamen. Van Netflix doet dat. Als je deze serie bekijkt, wil je best ook eens naar deze serie kijken. Wil je naar deze muziek luisteren, Spotify, kan je best ook genieten van deze muziek. Op den duur krijg je geen plezier meer van verrassing. En de derde, authenticiteitsacne. Termen als authentiek, artisanaal, ambachtelijk, crafted, curated, organisch, disruptive, moet je vandaag voorzichtiger gaan gebruiken. Het wordt namelijk overal en altijd gebruikt. En de term begint geloofwaardigheid te verliezen. Het belang van authentiek is niet te onderschatten, maar opgepast met het gebruik van termen die door hipsters iets te vaak zijn gebruikt. Is de toekomst van de horecaondernemer rooskleurig? Er zijn twee antwoorden op te geven. Het eerste antwoord is eentje vanuit mijn eigen ervaring als psycholoog, namelijk dat optimisten doorgaans een betere toekomst hebben dan een pessimist. En dat heeft met ondernemerschap te maken. Je kan niet anders dan optimist zijn. En ook proberen door de tegenslagen heen toch te beseffen dat steeds meer mensen van hospitality, horeca, gebruik gaan maken. Dat is een demografische ontwikkeling. En er is in principe ook geld voor. En escape is ook niet onbelangrijk. Vergeet niet fear, uncertainty, doubt en greed. Dat is kenmerkend voor dit tijdperk. Comfort food is een heel belangrijk thema geworden binnen de foodsector. De foodsector zegt van, we zien dat er terug belangstelling bestaat voor guilty pleasures. Zo nu en dan een beetje vet of een beetje zout, een beetje suiker. Het was allemaal taboe. Voor 2 jaar werd er duidelijk gezegd van, ja, hier ga je snel aan dood. Het mag weer, omdat het ook wel uiteraard tegen de angst ingaat. Yeah, I'm free. Er zijn nog heel wat valkuilen voor horecaondernemers. Een van de grote valkuilen is in mijn ogen dat iets te gemakkelijk uitgaat van wat vandaag hip is. Het hippe tijdperk. En hip is vaak iets wat uit het verleden meegenomen is naar het heden. Denk aan de hippiecultuur, de nostalgiecultuur. Het is alomtegenwoordig en zorg ervoor dat je toch daar ook voor oppast hoor. Want ik hoor dat er gemorreld wordt over de koffiebars en de coworking spaces en authenticiteit en dergelijke. We krijgen er een klein beetje genoeg van, omdat het overal zichtbaar is. Als vandaag in supermarkten men artisanaal ijs aanbiedt, dat overal te krijgen is, dan moet je het begrip artisanaal gaan wantrouwen. Zorg ervoor dat je altijd blijft luisteren naar die consumenten. De beste manier om de toekomst te bekijken is ernaar te luisteren. Althans, naar de consument te luisteren. En dan kom je er wel.